Vandaag gaan we de... Kun je het nog een keer doen? Ja, doe maar even opnieuw. Hoi en welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Nathalie! Hoi! Nathalie is een hele goede vriendin van mij en zij heeft ook trouwens een YouTube kanaal. En daar staat ook nog een extra video van ons op, dus ben je ernaar benieuwd? Kijk dan even in mijn beschrijving, want daar staat het linkje. Vandaag gaan we de best friend tag doen. En de tag bestaat uit 10 verschillende vragen die we allebei over elkaar gaan beantwoorden. Super spannend! Jawel, die moeten we toch gewoon echt gewoon wakken. Die ja, doen we er gewoon. Ja. We moeten even onze relatiesgeschiedenis even vertellen. Ja, is goed. Christina, die ken ik van Groningen, in Groningen. Ja. Ik had een relatie met mijn ex. En mijn ex en haar vriend. Die zijn beste vrienden. Ja. Dus wij kennen elkaar via jouw ex en mijn vriend. Ja. En wanneer leren we elkaar kennen? Meer dan 2 jaar geleden. Ja, meer dan 2 jaar geleden. Ja, en het was eigenlijk wel meteen een klik. Dus dat was echt superleuk, toch? Het was ja. Toch meteen een klik. Toch? Ja, dat vond ik wel. Ik weet wel, de eerste keer dat ik Christina tegenkwam, dat was tijdens uitgaan. Want toen Ja. We zouden uitgaan en ik weet het nog heel goed, want jouw vriend was helemaal een beetje nerveus. Want oh mijn god, zag het ook uit? En toen gingen we dus daar naar binnen en ik zag jou meteen, want je was klein, schattig en nou, het was enorm. Dus ik zei, oh, dat is er. En hij zei, oh nee hoor. Oh my god, dat is er! Ja, precies. Ja, maar de eerste officiële keer dat wij elkaar leren kennen was bij jou thuis hier. Ja. Weet je dat nog? Toen hadden we de officiële ontmoeting en toen echt 5 minuten later hadden we het over vakantieplannen. Ja, zoiets. Van, ja, en ik zei en we gaan samen op vakantie. Ja, en ik zei ook nog tegen mijn ex van, oh ik hoop zo dat ik het echt aardig vind om mee te gaan. Ja, dat was, we waren gelijk best friends forever eigenlijk. Gewoon. Ja. Ja. Volgens mij hebben we de eerste vraag van de tag al beantwoord. De eerste vraag is namelijk, wat hier mist is. Wat jullie eerste herinnering van elkaar. Wat is jullie eerste herinnering van elkaar? Ja, maar weet je niet wat mijn herinnering was, toch? Want ik zei wel dat jij zo klein en schattig was in één keer. Oh, ja. Dat was mijn eerste herinnering. Ja, want we hebben elkaar nog eerder gezien. We hebben elkaar ook een keer buiten gezien, weet je dat nog? Nee. Jawel, ja. Dat was voor, hoe heet dat? Daar bij die patatzaak achter. Ja, daar. Waar die zwerver altijd staat. Ja, daar. Ja. Waar die zwerver altijd staat. Ja, maar dat is of zo. Ja, daar staat hij ook altijd. Ja, goedemorgen. Maar dat is eigenlijk onze eerste herinnering aan elkaar. Ja. Ja, dat was leuk. Ja, we hebben toch nog geen hallo tegen elkaar gezegd. Nee, nou ja, maar ik dacht wel, oh wat een leuk meisje. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Nee, en hij was, je vriend was ook helemaal verliefd, dus dat is gewoon leuk. Ja, maar dat was toen echt een van de eerste keer dat wij überhaupt elkaar zagen. Ja. We wisten niet eens dat we elkaar zouden tegenkomen. Nee, het was heel spontaan. Ja, het was echt heel toevallig. Ja, dat was leuk. Ja, het was leuk. We hebben elkaar toen bijna een hele minuut gezien. Ja. Ja, maar dat was onze eerste ontmoeting. Ja, dat was onze eerste ontmoeting. Oké, vraag 2. Als jullie samen ergens naartoe konden gaan, waar zou jullie... Dus waar... Ik kan vandaag echt geen Nederlands, jongens. Jij moet het voorlezen. Als jullie samen ergens naartoe konden gaan, waar zou jullie dan naartoe willen gaan? Sowieso zon's Instagram. Ja, sowieso. Ik dacht, nou zeg jij het of ik? Ja, sowieso ergens bij een mooie strand. Ja, waar we eindelijk bruin kunnen worden. Ja, oh my goodness. Maar waar dan? Welk land? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, of ergens in Europa. Ja, ergens in Europa. Of Praag zouden we ook nog wel nog heen willen gaan. Praag zouden we, maar dat is niet ergens zon's Instagram. Nee, dat is niet zon's Instagram. Dat is shopping en make-up. En uitgaan. Ja. Nee, zon's Instagram. Dan zou ik denken aan Spanje. Of ja, Spanje of zo, ja, inderdaad. Ja, als er maar zon, zee en strand is. Inderdaad. Vraag 3. Wat is jullie favoriete herinnering aan elkaar? Ja, ik heb wel 1 herinnering, maar dat was op vakantie met z'n vieren. Oh nee, dat kan je niet vertellen! Oké, nou, dat is het niet. Jawel, dat is leuk. Favoriete herinnering gewoon. Dat we zo naast elkaar lagen. Nee, dan maak jij er nu van. Je kan toch gewoon
weet je, we lagen in één tent. En je had één zijde van de tent, daar sliepen mijn ex en ik. Mm-hmm. En de andere zijde, daar sliepen jouw vriend en jij. Yep. En nou ja, we waren gewoon stel pubers. Gewoon echt puberaal. Gewoon, want die bellen die kraakten gewoon heel erg. Dus als je al één keer omdraaide, was dan hoef je verder, hoef ik niet te vertellen. Want je snapt al waar het heen gaat. Ja, ik heb helemaal echt, ik heb gepist in de vlak toen. Echt, ja. Dat was zo grappig. Ja, en op een gegeven moment regende het zo hard. Het liep gewoon die tent in. Het was niet normaal. Ja, zeg maar, je had op een gegeven moment, want je hebt zo'n zeil onder de tent, zodat het niet in de tent kwam. Maar het was gewoon een waterbed gewoon. Het was geniaal. En toen werd ik ook weer s'nachts wakker en ik dacht, oh my goodness. En ik stak zo mijn hand uit en ik dacht, regent het binnen eigenlijk? Ja, oh, het was echt. En toen er lag zo'n plasje in de tent, toen oh, de regen. Ja, en toen ook de buurman die zo hard snurkte. Oh, elke ochtend om 7 uur of zo. Oh ja, my god. Nee, dat was wel mijn favoriete herinnering. Dat was wel echt super leuk. Heb jij nog een andere dan? Nou, die vond ik ook echt super leuk, maar dat was gewoon zo hilarisch. Ja, nee, echt gewoon een stel 12-jarige kinderen. Dat is altijd zo, als wij helemaal stuk gaan samen, ja. Is echt super leuk altijd. Ja. Ook als we op stap gaan of zo. Ja, nou dat is ook een hele leuke herinnering. Dat is echt heel leuk. Dat is denk ik mijn leukste herinnering. Ja. Laatste keer toen samen op stap. Ja. Dat was echt want leuk. Normaal zijn we echt stel twee oma's die na 4 uur zeggen, ach, ik kan niet meer. Ja. En op een gegeven moment was het 8 uur. En toen was het van, oh, en jij was naar de tandarts toen, weet je? Ja. En ik schaamde me kapot. Ik had een alcohol-aura om me heen, jongen. Ik dacht, nou, na 5 minuten was ik al klaar, zeg maar. Volgens mij rookte hij het of zo. Maar nee, we kwamen er een beetje achter dat het zo laat was. Omdat er opeens die schoonmaakwagens opeens langskwamen. Dat ik dacht, hè, wat doen ze dat vroeg of zo? Ja, maar het was nog binnen, dus het bleef donker. Ja, nee, we hadden het helemaal niet door. Maar het was echt super. Nee, het was echt, heel leuk. Echt een leuke avond. Nee, we moeten ook snel weer gaan plannen. Want ja. Het was heel leuk. Nou, de volgende vraag. Noem een paar momenten waarop jullie heel hard met z'n tweeën moesten lachen. Nou, dat waren er echt miljoenen. Ja, nee, momenten. Wij hebben gewoon... Ja, wij hebben dezelfde humor. Ja. Ook als we YouTube filmpjes gaan kijken en dan kunnen we helemaal stuk gaan. Ja, nee, sowieso. En tijdens het filmen ook al. Ik bedoel, tijdens het filmen ook, ja. Ons eerste filmpje samen... Dat die duurde een uur. Ik heb 3 kwartier eruit moeten knippen. Ja. Maar dat was heel het gegriebel. Ja. Nee. Ja, we moeten echt ook... Ja, we hebben dezelfde humor. Ja. Nee, maar het is ook gewoon gelijk, we zien elkaar niet zo heel veel meer, omdat we gewoon allebei heel druk hebben. Maar als we elkaar weer zien, dan zijn we ook gewoon zo druk samen en zo lol. Ja, ik denk dat er geen moment komt dat we niet lachen samen. Nee, echt, we worden altijd zo opgehyped van elkaar. Ja, nee, het is echt, We waren vandaag ook aan het eten en toen was het even rustig aan. Ja. Was het opeens stil en dan merk je opeens van, oh ja. Ja, oh ja, even bijkomen. Ja. Cool. Oké, fijn. Wat is de beste eigenschap van de ander? Oh, dan moet ik wel even nadenken. Ja, niet, je hebt heel veel goede eigenschappen. Ja, jij ook, maar wat is nou de beste? Oh, dat slijt nou Nee, jij staat altijd wel voor mij klaar. Ja, maar jij ook voor mij. Je geeft altijd heel goed advies. En ja, je luisterend oor. Ja. En straks gaan we huilen. Niet doen hoor. Nee. En maar ik weet je, dan ook als we dan weer samen zijn, dan merk ik ook oprecht dat ik je mis. Of ja, zo, ja, klopt. Klopt, dat is echt zo. Ja. Wij begrijpen ook heel goed elkaar. Ja. Dus als er iemand met iets zit, dan is het altijd goed advies en zo. En dan altijd tijd vrijmaken en zo. Ja, en als er iets erg is, dan weet ik gewoon, dan kan ik jou bellen of zo. Ja, klopt. Ja. Ja, we bellen ook niet meer zoveel. Nee. We belden vroeger echt elke dag een 30 minuten. Ja, sowieso. Maar ja, misschien moeten we dat weer op gaan pakken. Inderdaad, we moeten meer bellen. Ja. Gaan we doen. Even kijken. Wat is jullie favoriete inside joke? Inside joke, hebben we dat eigenlijk? Ja, wel, vast wel, toch? Ja, vast wel, maar... Ga 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 ga. 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 Boom! Ja, die sowieso. Dat is onze inside joke. Ja, en als mensen dat ook doen of zo, dan kijken ze ons aan van, yo. Oké. Waar kunnen jullie uren over praten? Nou, volgens mij echt over alles. Nou ja, sowieso over make-up wel. Make-up, ja, uren. Uren. Maar ook gewoon, ik weet niet, ook gewoon... Oh, wat zit je make-up mooi? Ja! En dan gaan we weer verder. Maar we praten niet echt uren over kleding of zo. Nee, dat helemaal niet. Nee, hè? Nee, het is zo, oh, wat leuk, leuk aan. Ja, dank je, H&M. Ja, precies, dat ja. Bij mij alles H&M. Ja, alles H&M. Ja. Make-up sowieso, YouTube. Ja. Ja, YouTube praten we ook heel veel over. En, maar echt zoveel dingen praten we uren over. Ja, ook relaties. Hoe relaties, inderdaad. Thuis, school, studie, ouders. Alles. Ja, nee. Oké, wat vinden jullie het leukst om samen te doen?
Nou, gewoon gezellig een kopje thee drinken en gaan kletsen. Ja, maar het zijn al heel veel dingen. Want ik bedoel, uitgaan is gewoon heel leuk. Maar dit samen filmen, dat vind ik ook echt super leuk. En over YouTube praten en samen eten. Samen eten. Eten. Trouwens, zullen we die even doen? Cheers, cheers. Cheers, je hebt geholpen. Oh, deze nog Bean Boozled Challenge. Oh, ik heb hem laatst teruggekeken. Ja, ik ook. Oh, en toen dacht ik, eigenlijk hadden we dat moeten filmen, zeg maar. Dat we dan dat terugkeken. Volgens mij was dat ook heel leuk geweest. Oh ja, dat moeten we over een paar maanden weer gaan doen. Mm-hmm. Over dit filmpje. Oké. Wat is jullie eerste foto samen? Dat is een hele moeilijke. Dat zou ik niet weten, maar laatst stuurde jij wel weer een foto van ons samen waar we echt fucking knap waren. Oh ja, die ene! Ja. Dat was echt niet normaal. Ik keek ook naar die foto en ik denk, zijn wij dit? Jezus! Ja, nee, maar het was echt gewoon... Nee, we hadden toen gezond die dag. Toen waren we helemaal bruin en helemaal en shiny en happy. Ja, en toen gingen we even, voordat we weggingen, of we gingen jouw spullen halen of zo. Ja, gingen we niet uit eten die avond? Ja, we gingen sushi eten. We gingen sushi eten. Ja, nou, en dus we wilden nog wel even een beetje er goed uitzien. En toen maakten we een selfie en het was echt kaboom! Ja, beter pakken we even jouw mobiel om hem even te laten zien. Dit is de foto. Kijk nou! Even serieus! Ja, dit is echt fucking mooi, ja. Dit is eigenlijk onze allerbeste foto ooit. Ja, maar ik krijg ook nog steeds likes op die foto op Instagram. Opeens random van een of andere dude of zo, dat ik denk, eeuw. Ja, super. Maar wat is onze eerste? Ik denk dat onze eerste foto samen... Van vakantie was dan, denk ik. Denk je niet? Nee, want we zijn ook naar Walibi geweest. Of daarvoor. Toch? Dat was niet daarvoor, dat was daarna. Dat was echt daarna. Maar dat is echt zo'n scary foto. Ja, dat is echt een scary foto. Ja, staan we voor die auto, met een lange ruis en iedereen ziet er verlept uit. Die foto toen we in Oostenrijk of zo maakten. Nee, waarom in Oostenrijk? Slovenië. Ja, Slovenië, maar we waren nog voor de grens bij Slovenië ergens. Ja, we waren echt vet lelijk. Dat was echt een lelijke foto. Ja, maar dat was niet ons eerste foto. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen. Want volgens mij, ik kan het gewoon niet. Maakten we vroeger überhaupt selfies? Het zal toch wel? Ik weet het namelijk. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nou ja, in ieder geval hebben we een hele mooie foto laten zien van ons. Ja, dat is onze beste foto. Laten we niet eerst, maar gewoon onze beste foto. Ja. En de laatste vraag alweer. Als je een uiterlijk kenmerk en een innerlijk kenmerk van elkaar mocht overnemen, wat zou het dan zijn? Sowieso. Ja, lange wimpers. Ja. En zet ze met die kilometers lange. Ja, maar dat zijn gewoon fake. Die zijn gewoon hartstikke fake. Nee, ja, jouw lange wimpers vind ik wel... Oh ja, en je lippen. Sowieso. Ik zou sowieso je haar overnemen. Ja? Ja. Oh, dat vind ik wel heel fijn. Nee, oh, dat vind ik wel niet. En zeg maar, en een innerlijk kenmerk. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Zeg maar dat je zo'n mensenmens, maar dan zo zorgzaam en... Ik weet niet, ik vind het heel moeilijk te omschrijven of zo. Oké, goed verhaal. Lekker kort. Lekker kort, mijn kracht. Wat ik van jou innerlijk kenmerk, wat ik van jou over wil nemen, is het feit dat je ook heel gestructureerd bent. Ja, dat vooral. Dus als ik zie hoe bijvoorbeeld ook dat je elke week een YouTube-filmpje, zeg maar toch... upload en dat je ook goed met geld kan omgaan en dat je alles gewoon heel goed gestructureerd hebt. Ja, ik bedoel, ik zo ben zie wel. Zo ziet het zelf niet. Nou, zo komt het wel over. Ja. Ja. Hallo, jij vindt zelf toch ook wel dat ik een stuk chaotischer ben dan dat jij. Nee, dat vind ik eigenlijk. Ja, ik weet niet. Beetje hetzelfde. Ik heb ook geen agenda of zo. Ja, en daarbij lijken we ook toch al heel veel op elkaar. Klopt. Dat dus... is ook zo. Is ook best wel moeilijk. Ja. Nee, en zorgzaam. Ja. Ja, dat maar. Ja. Okay. En dat was ook alweer de video van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je duimpje niet omhoog te doen als je de video leuk vond. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei! Doei!